De uitdagingen voor de overheid zijn groter dan ooit. Om daarmee om te gaan, hebben we een sterke publieke sector nodig. Hoe ga je daarin als overheidsmanager voorop? Durf je? Kun je? Mag je? Wil je? In de OMOEC, waar is de overheidsmanager van, gaan we op zoek naar de invulling van het ambtelijk vakmanschap. Wat is een voortreffelijke overheidsmanager? Dat is eigenlijk een schaap met vijf poten. We vroegen topambtenaren naar hun dilemma's en zochten antwoorden bij wetenschappers, collega's, bestuurders en filosofen. Binnen de luchtmacht hebben we de overtuiging dat we in deze veranderende wereld alleen relevant blijven door continu bezig te zijn met innovatie. Vanuit welke waarden handelt een overheidsmanager? Is dat wat de overheid doet en hoe de overheid datgene wat ze zou moeten doen ook werkelijk iets waarin ik geloof? Handel je nog wel snel genoeg? Heel veel werkwijzen worden nu normaal gevonden en ik denk dat we op zoek moeten naar een nieuwe normaal, waarbij het tempo hoger ligt. Zet je af en toe een experiment in. De dag voordat ik benoemd werd als ombudsman, heb ik me verkleed als zwerver en heb ik een uitkering aangevraagd. En hoe ga je om met botsende rationaliteiten? Pas als we de beperkingen van de anderen herkennen, kunnen we goed samenwerken. Ga naar omoek.nl en volg vanaf 11 april de OMOEC. Waar is de overheidsmanager van?